denk dat ik in de beste mogelijke conditie ben dat ik kon zijn. En ik heb er vooral veel zin in om de eerste keer rond naar Vlaanderen te rijden. Die camera's en zo, dat is, toen een beetje terugdenken aan de cross. Ik had niet verwacht dat dat nu ook zo ging zijn, maar... Het is eigenlijk een rollercoaster, hè, voor jonge kerel. Hoe neem je daar afstand van? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk gewoon aan veel klanten in het verleden lezen en bekijken. Dan laat gewoon rust in je hoofd. Oké, mannen, dit is parcours. Ik kan het nog iets duidelijker laten zien. We starten in Antwerpen. De wind staat morgen noordwest. En vanaf de tweede keer elke auto, dat is kilometer 138, zal er ook een gel aan de bidon. Niet altijd een cafeïne gel, toch niet? Ja. Nee. Pas in de finale. Ja, vanaf kilometer 200 mag er gerust een extra cafeïne gel aan. Ja. Goed. In principe heeft elke auto ook thee mee, dus dan moet je maar aangeven of dat nodig is of niet. De sleutel denk ik van morgen ligt bij Quickstep. Hoe die gaan koersen, wat die gaan doen, of die heel vroeg iets gaan doen of dat die het... gaan controleren, maar in principe niet, want ze hebben wel het beste team, maar niet de snelste man. Rust goed straks. Morgen vroeg dag, maar mooie dag. Oké. Ja? Oké. Dank u. Jij zorgt dat hij dat Bart de Weverige weer in handen krijgt. Oei, zou dat wel doen? Zeg, ik ga je straks vragen wat je vandaag nog gaat doen. Ga jij de koers nog volgen of niet? Dat interesseert u niet, hè? Officieel, ja. Heb je een tasje koffie? Ik ga je straks wel vragen wie dat je denkt voor wie dat je gaat supporteren. Ik heb dat hierachter aan drie mensen gevraagd die er echt iets van kennen. En die zeggen alle drie Van Avermaat. Oké, dus u zegt ook Van Avermaat. Ik sluit me daarbij aan. Oké, prachtig. En dames en heren, Greg Van Avermaat! Goedemorgen, dag Greg. Hey, goedemorgen. De Ronde van Vlaanderen staat met stip genoteerd in jouw agenda. Waar ga je de forsing voeren straks? Oh, zo op alle bergjes zeker, hè? Ik heb een goede ploeg en ook als iedereen bij Quickstep gaat rijden, dan is er ook geen koers meer. Jij was eigenlijk fantastisch goed, hè, maar dan ga je liggen. Ik heb het al vaak gezegd, ik zie die dag als mijn beste en mijn slechtste dag ooit eigenlijk. Want de kamer zal er al zes binnen hebben. Waar zijn? Morgen, ben jij wakker? Moet wel, hè? Hoe lang dat je geslapen hebt? Quatro horas. Ja, ik weet het niet hoe lang ik geslapen heb. Ik denk dat ik geslapen heb. Hi guys, you copy? Oh, we're up. What? Are we talking? Mic check. Hello. There we go. Hallo. Die mannen krijgen daar wel. Tegen Eddie Blackheart. Zalig Pasen, jongens. Vrolijk Pasen. Het mooiste cadeau dat we ons kunnen indenken komt eraan. De Ronde van Vlaanderen. Heel snel naar Antwerpen, want we zitten dichtbij de hoek. Martin. Nicky Terpstra staat hier bij ons. Een van de topfavorieten. Ja, Tom Boon heeft dat al gezegd. Hè. Ik heb maar één topfavoriet. Dat is Nicky Terpstra. Wonen was toch eigenlijk heel de week over Terpstra bezig. Ja. En nu is Van Avermaat. Ja, dat is wel een kaart. Hè. Enkele buien. Na de middag droger en meer opklaringen. Dat is het beste. Zegt de Frank. There stops with number one on his back. We'll see him being presented to the crowd, and there's his song. Now, apparently, this is a French song that's played at weddings on both sides of the language divide in Belgium. Jury 3 voor de voorzitter Mark Botemey. Wilfried, ik kom u 5-5 op het jurykanaal. Oké, dank u. Goede wedstrijd. Renat, jij kunt mij horen. 1, 2, 3. Ja, ik hoor jullie. Thomas Bruno. Check in 2 en 2. Ja,
last van zijn valpartij of niet meer? Het valt mee, zijn nek is een beetje stijf, maar ik denk dat dat vandaag al veel meer is. Oké, zullen we misschien wel zwijgen? Ja, dat niet. Dat is juist voor mijn pronostiek. Zet hem er maar in. Precies, we moeten niet doen. Ja, voor de volgende. Ja, dat zal hier nog iets zo simpel zijn. Dan moeten we buiten. Vlinder of daar? Ik denk dat we daar een beetje aan te zetten en wegbereiden. We hebben toch een tunnel in, hè? Ja. Ja, maar ja, we moeten de koers volgen, jongens. De volgende wedstrijd, hè? De politie laat je daar niet door. Oh, zeg toch, ik ga maar een keer moeien. Ja. Goed, maar daar weg gebouwd, hè? Ja. Tot dan die politie. Nee, maar dat kunnen we niet door, ze hebben al blokken gezet. Ik denk dat we door het moeten. Je vent loopt niet door, ik heb hem van RW gebeld en ik heb Philip Maren gebeld. Ze hebben al nog juist al, ja. Oké, dankjewel. Dat is goed georganiseerd, volgens mij. Ja, echt waar. Dat is perfect. Dit is België. We're all ready to go. Flags are flying, dignitaries are ready. It's time for the Ronde van Vlaanderen. Zo, zijn ze, jongens. Dus Miss België gaat schieten en Bart de Wever gaat vlaggen, hè. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. We hebben vertrokken. Succes iedereen. Als die zo blijft staan, rijden ze er knal op. Kan je nog een beetje? Kijk hoe. Ja, ja, veel beter. Bedankt, hè. Een beetje verder rechts. Nee, niks, joh. Maar weer ziet er weer niet al te goed uit. Hè? Je hebt er in de vaart tussen de mist. Dat is regenwortel. It's not summer, huh? No. No, it's cold. You should stay dry for the moment. You should stay dry. Ja, dit is ambetant. Hè? Er moet nog gesleuteld worden in die neutrale zone bij Stibar. Dat zijn de puntjes en dat komt die niet goed meespelen. Dat begint al. En waarom moet dat nog gebeuren nu? Well, yeah, we've got to be fairly close, because well, certainly the director wouldn't be hanging out the top of the car this weather. Not for too long. Not without a hat, anyway. Hoe nerveus is die man? Ze zullen in die nuttenkruim. Opgelet, Mark. Nog 200 meter en dan komen we aan de nul. Hou die kilometerteller in de gaten. There's the flag wave. We're underway. The start of the Ronde van Vlaanderen, number 102, kilometer zero of 267. And it's time for those first attacks. Here we go. Zeer snel in het peloton, zeer snel. Lotto Soudal gevraagd, Lotto Soudal. Fataya. Wat? Fataya. Fataya. Oké, hoe is het? Is dat al lang niet? Dat is een black stop, hè. Haasdonk. Aha. Dit is Haasland, Haasdonk Beveren. Wat is Haasdonk? Ja, nou in Haasdonk. Ah, oké. Okay. Zeg, dus in Haasdonk heb ik in mijn eerste koers gereden. Dat is los. Dus, De straat nog wel plantrijden, hè? Ja. Maar was nog iets geraakt. Een val, uit motor 3, kut motor 3. Ja, dan mag je wel. Het is fuck. 3 is wel.
Op een collega. Voilà, de eerste val al. Merci, jongen. Oh, Seth van Marcus in bol. We zijn pas begonnen en daar heeft hij al een probleem. Take it very easy, ja? Very easy. 0.00 stress, oké? Okay? Het is niet mogelijk, hè? Van Marcus. Eerst naar het peloton, dan praten. Ja, de hendelbals, hè? De hendelbals. Wacht, hij moet praten. Ik denk dat je hendelbars een beetje twisted. Het is beter te stoppen nu dan te stoppen again, hè? Ja. Dat denk ik. All right. Stop. Jammer. Stopt, dat stopt. Nieuwe fiets. Ja. We hebben even bij Moto 3. Daar zien we Van Marcke, die andermaal zorgen heeft en de wedstrijd moet nog beginnen. Vervelende situatie. U herinnert zich de macabere beelden van vorig jaar, toen hij daar plots uit de gracht kroop. Achter de auto. Pas op. Juist dit zijn. Harder? Wat? Oké, harder. De achterstand top van Sepp van Marcke op dit moment is anderhalve minuut op de start van het peloton. Dat blijven we. 62. We kunnen harder. Nee. Hoe mag je de Ronde van Vlaanderen al vergeten zijn? Kom het. Kan ik nou niet meer komen? Dat is 65 minuten. Nou goed, de 65 minuten. Even, tot we erbij zijn. Opgelet, opgelet. Zeer smalle passage. Oh my god. En hier is de crash, dan... Bro, je kunt er echt niet weg. Als je 5 is not uit en je moet daar komen, je wiel aflopen. Beter overstappen. Daar heb ik geen lachen met dat. Een ommetje rond de markt. Ik heb nog gekoerst. Kijk, de Ezra van Vlaanderen dat hier start was. Zijn die klaar, hè? Hier. Die hebben nog goed gesprint voor de wasbeer. Maar wel lekker vis. Paling. Paling in vroeg. Terugkeer van Betjol en ook van Sepp van Marcke in de Vettel. Hallo, partij, kut Moto 3. Attention, Betjol van Scott, ik trek Betjol van Scott. Nog niks, niks, niks. Gil, are you okay? Come behind me, come behind me. Deze net ook geval. Ik zou niet weten wie dat is. Ja. Het is zweet en een cobblestone zullen we. Ja, very dangerous. Zeer decentrum. Ja. Dus straks naar daar langs. Zeer decentrum. Terug naar deze dingen is altijd, hè? Ja. Het is een dorp van de paardenvissers. Dat is voor straks. Het is een toverland altijd, hè? Hier arriveert het. Constant mee in de andere. Hier recht op die meeste. Ja, die was arriveerd. Hier is nog een formatie die zich vandaag wellicht in de kijkers zal fietsen. Dit zijn de dames van het Boels Hollands team met daarbij Anna van der Breyen en de wereldkampioenen, dames en heren, Chantal Braak. Geef voor mij zijn tip aan wat zie ik dat je goed zit. Als ik op de klimmetjes top 10 opdraai. Top 10 opdraaien? Als ik voor, ja, okay. Niet boven, hè, maar... Nee. Ja. Dat is de jouw museumtruc, hè. Van voor beginnen met zijn uitslag. Oké, okay, that was enough of my image rights. Oké. Okay. Stond dat wat te luid voor u iets of van? Het is wel een beetje luid, ja. Maar ietsje stiller. Wat, het algemene volume of? Algemeen volume, het algemene volume zit hierop. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom trouwens bij de 15e Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, waar wij met heel veel zin naar uitkijken. U zag het startschot van de burgemeester van Oudenaarde, maar niet de meulemeester. We're looking for the jerseys today of the Bowls team, which is very clearly identified by their orange jersey. However, with the rain, they're sometimes wearing black winter jackets over the top. Het is wachten tot ze zeggen, we zijn het beu, het is genoeg geweest. Laat ze alstublieft wegrijden. Dat is misschien een beetje Misschien iets anders. Het zou misschien daarom zijn dat ze telkens een beetje het land komen. If you just go towards Alster, you're gonna be on one line for 5 kilometers, man. Waarom? We rusten die man dan niet op van. Kost allemaal een beetje meer kracht, man. Nee, we stoppen vooral, man. Rusten naar Brooklyn. Zo weer. Oh, ja.
Nou toch. Waarom gaat het zo pissen? Is er ontlossen hier van achter, dat ben je toch? Godverdomme. Zet het mogen barrage, als er meer koeien eraf. We mogen barrage, hè? De auto op straat. Vrouwen en kinderen gaan eens manier. Wie zijn wat? De auto, hé. Auto 2. Doet die, wat doet die auto daar in godsnaam? Hoe is dit nu in godsnaam mogelijk? Er is zelfs geen sticker. Oh, 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 how did that happen? Heb je iets gezien van op televisie of zoiets van een Volkswagen? Volkswagen direct in een bocht, hier linkerkant is heen gereden. Is die weg of niet? Die heeft hem aan de kant gezet. Thankfully, the incident has gone, is past. I mean, get on with things. Op het hoofd op kassei daar vlak. Groet die renners, want dat is vrij glibberig. Het is een beetje laat dat hem het zegt, want ze zijn er al. Je moet hebben geen kassei aan hebben. Dat is niet glibberig, de kop. Letten over. De kop, merg en muur zijn niet glibberig. En de tapijten gelijk. Now, this looks like it could be the moment. Look at this, a bunching up behind. A collection of riders out the front. This could be the moment the brake goes in the 102nd ronde van Vlaanderen. Ja. Het gaat juist gebeuren hier. Ik voel het. Ik denk dat ze weg zijn. Come on, Ivan. Wij. Binnen, hè. Yeah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mark, momenteel rijden er 11 renners aan de leiding. Een kilometer 70 op dit ogenblik. En er is een elftal aan de leiding. Dat is voor Tisch, hè? Dat is voor Tisch. Zijn weg, dat is niet goed, hè? En als laatste 223. Dat zijn ze, Mark. Voilà, composition de l'homme de tête. En die krapt dat nu bij u? Ik heb me langer geplogen, dus. Het kracht gekost, hè? Het kost kracht, hè? Ja. Gaat ze mijn bril afgeven, Erik? 1004. Gaan jullie een doekje mee? There's Tim de Klerk who wants his sunglasses drying because I think he's going to have to do quite a bit of work today. Super, merci. Ja. En daar staat weer Sepp van Marken. Toch niet achter die walpartij gezeten, toch veronderstel ik. Ja. Ja, again on the ground. Toch geen tweede keer gevallen, hè? Ja? Oh. Van Marken crashed already two times away. Huge crash. Met hele velen onderuit. And there's a lot of screaming. The number 73, that is Chloe Hoskin on the floor here. She may be the one that's in a lot of pain here that we can hear. Ik hoor in mijn hoofdtelefoon, je hoort dat thuis misschien, maar je hoort vrouwen die aan het huilen zijn. But the screams of Chloe Hoskin are really, really horrible. And could you please turn away the camera because people at home are watching this as well. Kijk eens, we blijven amper met 15, 20 vrouwen hier over. Er zit al een wagen achter. We zien wel dat Jolien Dore die valpartij overleefd heeft. Dore die draait erop in vijfde positie. Regen. Hindernissenrace achter het peloton. Ploegleiders die naar voren geroepen worden om kledij in de wagen te nemen. Het is alvast om ze voor warm te krijgen. Als we mee op reden, is dat deze?
Gabba for Sepp. Tische Gabba, hè? Tische Gabba. Zeg het toch, Tische Gabba? Die Gabba. Dat is blauw. Hier. Deze ook niet. Is dit de right one? Nog niet. Dus wat moet je hebben? Gabba? Wat is het? Ik pak het nog eens voor mij, hè? Hier, take this one. Deze. Which one you ask again, John? De Beta short sleeve, check it. Beta short sleeves. It's closed. What is this? From Taylor? Gabba. Yeah. Taylor? Here. This one? Here's Sam. For you? I don't think that I need one. Okay. Okay. Ah. The jacket you gave me is not my jacket. To the Nien Helio. Nien Helio. This. Okay. For Nicky of the Hansgrove. For Nicky of the Hansgrove. This one? Normal gloves. That's easier said than done, putting leg warmers. Come on, manufacturers. Do a racing leg warmer with a full zip. Come on. It's not hard. You just unzip the thing and take it off. It's dangerous doing Trademark that. Rob Hales. Come on. Just think outside the box, manufacturers. We zitten hier in de regio eigenlijk, tenminste wat de Lippenhovense straat betreft, en nog meer de Paddenstraat van de Romeinen. Hè? Paddenstraat, daar moeten we wel een plaatsje vinden, hè? Motto 4 voor een passage. Dit is het Romeinse plein. En we gaan nu de Paddenstraat in tegenstelde richting doen. Motto 1, die gaat beginnen aan de Paddenstraat. Motto 4 opgelet. Motto 4. Motto 1, kut Motto 1. Dat is vuil zeker hier. Dat gaat een topshot zijn van Motto 4. Ja, daar zijn ze. Kut Motto 4. Motto 4 is op pad. Klein momentje. Vlog mee, Paul, hè, Thomas. We hadden op antenne. Dit is Vlaanderen, dit is stil aan het hart van. Ah, opgelet, motor 2 en kut motor 2. Domme, hè. Bij motor 4 moeten de peloton moeten niet meepallen. Hoe kan dat nu? Heel even een stukje afronden, want we gaan zo meteen het woord aan Karel geven. Voorsprong 2 en 12, maar toch vrij snel. Dit is Van Aert en de controle van het peloton dat de schade beperkt tot 2, 12, 2, 13. Karel, van jou. Oké, dankjewel Michel, we blijven uiteraard de koers hier volgen. Ga rap lassen. Maar zet nog Tim op kop terug. Dan moeten we nog. Nee. Nee, zeg gewoon nog even door. Niet uw force worden, jongens. Let me wat kop. Want een force band wat betelt, hè? Je laat voelen dat je van. Zeggen we toch niet dat hij op kop moet rijden? Nee. Net die 10 minuten wegrijden of 7 minuten. I repeat, we do not ride, guys. We do not ride, hè? It's a good situation. We do not ride in the lead. Elio, het is perfect verlopen gelijk nu. Maar de ander moet nu voor ons worden, hè? Kan niet anders. Het kan dan iemand. Wat heb je? Ik heb een koude voet, joh. Koude voeten? Ja. T. Talking of former winners, there's one. Talking to a car with plenty of experience. He's twice the man he was when he won, isn't he? Wilfried Peters, you're talking that's the about. Sort of, yeah, I tell you, that's the sort of guy you want. Giving the orders and giving the info from the car, Wilfried Peters. Loose. Seffen Markelen wordt getipt als topfavoriet. Maar hoe gaat het eigenlijk met hem? Want we zagen hem daarnet al twee keer in de problemen. Ja, twee keer in de problemen. Hij is al twee keer gevallen en dat is natuurlijk niet goed. Hè. En als ik daar links omhoog kijk, daar zie ik Sepp van Marken trouwens op dit moment aan zijn fiets aan het sleutelen. Hopelijk is het allemaal niet te erg. It's broken. Yeah. It's broken. Broken. Yeah. Watch out.
Hey. That's bike handling for you. Bit of a balancing act there. Die dynamiek is heel goed. Ja, ik zag net van Marke, dus dat was heel goed. Dus het is een samenspel, hè? Ja, het is geen mee, jongens. Het is vertrouwen, hè. Maar dat... Twee uur. Ik heb wel weer, maar wacht even een keer. Blijf allemaal samen, hè? We zijn een beetje moe, hè? Ja. Nee, maar het ligt vast, het ligt gevaarlijk. Het ja, het blijft gevaarlijk. Oh, voor u niet. En hier wil er regenen. Koningen moeten regenen. Zet een keer op de groep dat ik met bidons met gewone gel sta en jij met gewone bidons. Als hij dorst heeft, dan gaat hij hier ja, aan mijn kant komen. Dan gaan we een fles pakken van meneer. Laatste tip van vijf. Komt dat in de attractie? Ja, mijn favoriet. Is jij favoriet voor van aard? Oh, ja. Kik. De nieuwe Roger Kramik. Gelukkig. He's just about all right. Here. We're coming. Now, who is it involved? There's a rider from Quickstep there. That's Nicky Terpstra. And that's a souvenir for the policeman there. Thank you. Sebastian. How are you fast? Stop! Was dat dat, jury? Nee, maar hier van die hoor. En nu? Ja, dat is hetzelfde. Ja, James. We need a little bit more break. Hou je vast? Gas, full pack, wat ze zeggen straks neer. Van de lange veld vinden we snap wel hier. Zie je ref. Staat het of niet? Maar hier wordt wel gedemarreerd. Here now the fireworks begin. It's Anna van der Breggen. Aha. She is the Olympic champion. Kijk eens. Gaan wij hier naar een fenomenale ontsnapping van Van der Breggen. There needs to be some quick cooperation back in the peloton to bring her back because it's a strong move and a very strong rider. Wie is er op kop gedraaid? De wereldkampioene. En die legt het dan stil, de boel. Afstopwerk. Okay, let's do this. Oude Quaremond. Van der Breggen, op het Quaremondplein. Ah, dit moet deugd doen. Hier wordt je vooruit gestuurd, hier wordt je vooruit geschreept. Group here will be racing for second and third place.
Wilfred. Kom eens tot bij ons, alsjeblieft. Ben er, hè. Gaan ze best doen of gaan ze moeten ernaast? Ik denk dat ze moeten plassen. Oké, préparez voorlopig. Préparez voor de dier. Presque enlevé tous les satures. Dès que je peux, je trouve quelque chose, discrètement aussi. Klopt mannen, er zitten al heel veel renners kapot. Het gaat echt een afvalrace worden. Je nous oublie pas. T'es sûr que tu nous oublies pas? Parce que voilà, maintenant ça commence à venir dans mes yeux. Weet je, wat gaan ze nu doen? Rustig, mannen, rustig, hè. Stil, rustig aan, hè. Non. Maintenant, oui. Warren, je stopt. 3, 1, stop. Zagelijk 9. Oud in door, hè. Loads of riders down, and Oliver Naassen's one of them. Chris, attention, the crash, a big crash from this moment. Dat is hier, de Vonder, meen ik. En dat net in de aanloop richting de muur van Geraardsbergen. Wat een rot moment. En hij vloekt Oliver Naassen. We horen de FUCK tot hier. The crash seems to be nobody from us. De concentration, hè. Er zijn nog altijd jongens die nog altijd op de grond liggen, hoor. Hier rechts is te doen. Dat is Jan, wacht van een beetje bij. Stop nog wel. Allee, jongens, kom aan, hier die witte dokter. Of ze wel stopt of zo aan de deur, hè. Stijn, Stijn is onderweg met een nieuwe fiets. Oké, man, er is een grote valpartij geweest, net in de afdaling. Stijn de Volder ligt erbij, gaat nu van fiets wisselen. Wij zitten vast achter het peloton en wij komen ook niet meer tot bij jullie te gaan. Kijk, plots leek het op twee vlonden te gebeuren. Er was een renner van de EPC die dit had in de zomer. Die mannen willen natuurlijk, die willen niet meer met die natuur, dat wij niet klikken zitten. Dan moet ik er rekening mee houden. Merci. Ah, voilà. Ah, ja, ik ben er nog staan. Ja, dat ben je. Ik ben er nog staan. 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 Naassen draait nog, maar heeft haast. Wil erbij zijn voor de muur. Ja, en er wordt vol gereden in het peloton. Hè. Dus ze zijn te dicht bij de muur. Maar wie redt er? Ik ben eruit naar VSC, hè. Gilbert realized that the danger has happened behind. He's now at the front and the racing is on. Om overzicht te krijgen, het peloton komt nu. Ja, het witte bordje Geraardsbergen. Komt van het peloton. Mark van Pol, bedankt voor die top, want we zijn een heel stuk achter door de val opgehouden. Hè. Dat dacht ik, Mark. Maar ze blijven vol rijden. Hè. Dus ze zijn te dicht bij de muur, dus kom maar, schuif maar op als je kunt, denk ik. Hè. Kom maar, Annemie. Stijn, wij staan voor de ambulance. Kun je naar voren komen? Heeft haast. Ik heb hem helemaal niet gezien. Maar waarom komt u nu niet? Allee. Renaat, waar is die in eigenlijk? Ik zie Stijn niet staan. Ja, waar
is die? Zijn doorgefietst. Nee, dat kan toch niet? Ik had daar een fantastische tussenkomst kunnen doen, hè? Want nu kan ik ze niet meer. Allee. Stijn, hier is een telefoon niet bij. Maar hij is niet meer daar. Ik heb hem niet gezien. Alles was. Dat kan toch niet? Dus Bruno, voor Renate. Renate, als je mij hoort, we hebben een klein probleempje bij u. We komen straks bij u terug. Dus even geduld, Renate. Ja, oké. Okay. Bruno, hoor je mij? Nee, dus. Oké. Okay. Ja, dat verklaart alles. Daar is hij. Ah, maar ja, kom op bij je. Ja, de groep naast hem. Zullen ze wel weten waar dat die zitten? Ja, we zijn terug, net als de groep naasten van Baarle, die ook de aansluiting gaat maken met het peloton na een ziekende achtervolging. Stijn, volgende keer even zeggen. Hè? Nee? Volgende keer even zeggen waar je bent, hè? Maar ja, daar praat hij ook. Ik hoor dat hij altijd in het gras. We hebben niks gehoord. Wij dachten dat jij daar nog stond. De dijk naar de Paterberg. Daar moet Van der Breggen ondertussen al bijna zijn. Anna Van der Breggen, is zij op weg naar een tweede dikke vette overwinning dit seizoen? But the race for second and third is certainly on. Lisa Brenner just lost contact there. De timing ondertussen hier boven op de Paterberg 1-0-1. Zullen we ze al opschrijven, Lieselot? Durven we? Ja, ja, ik durf ze al opschrijven. Voilà. Anna Van der Breggen maakt een geweldige solo af. Rond die helemaal af en wint de 15e Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Uw applaus voor Anna Van der Breggen. Great, great, great victory by the Dutch rider Anna Van der Breggen. Big smile on her face. Fantastisch. Kijken we naar de beste renster van de wereld, Anna Van der Breggen? Op dit moment zeker en vast. En nu eens te kijken wie er mee op het podium mag. Ja, Pieters die gaat hier in principe vrij makkelijk naar plaats 2 sprinten. So I think we're going to have a Dutch podium because Annemiek van Vleuten is going to round up the podium. Maar ik ben best wel blij dat ik op podium sta. Ik sta op podium. Jij bent derde geworden. Dat weet ik. Proficiat. Ja. Derde. Ja. De storm loopt naar de muur. Jongens, het is nat. Ook op die cassettes. Ja, we mogen de muur ook niet over, hè, dus we gaan straks die idee toepakken. Maar is dat die afleiding kort? Nu is veel verder. Ik koos je wat. Stond dat trend gaan van Jelo. Links? Die afleiding is echt. Is het zo, ja? En dan door rechts. Wat ook niet uit. Zeer wel mee. Ja, het peloton gaat de veste afdraaien richting muur. Het is een gehalveerd peloton na die vreselijke val. Eens kijken wie we hier op de voorposten zien zitten. Benoot en Lampaert zitten op de eerste rij. Gilbert en Mentar. Het is Benoot die naar voren schuift. Dan Sagan zit in de eerste 25. Ietsje verderop zit dan Sepp van Marken. We hebben Sebastian Langeveld, Greg van Avermaat. Kijk naar Benoot. Die is echt goed. Ook Lampaert doet dat fantastisch goed. Daar zit Sagan. Je moet terug. Terug. Ja, wel, ze rijden boven. Ja, ze rijden daar. Dat hebben wij ook gedaan. Ja, die tour, de markt, en daar moest hij rechts. Dus je moest mee de vesten, de markt op en wat de renners ja, links. Ja, dat ook goed, hè. Nu heb ik heel wat komen kijken. Hier naar rechts, naar dit muurtje met een uitstekende Benoot. Wat na de muur? Dat zie je hier. Ja, ça c'est malin ça. Monsieur le directeur sportif, est-il trop demandé de vous mettre l'un derrière l'autre, s'il vous plaît? Ja, maar hier. Nee, maar het klopt niet zo geel, denk ik. Maar we kunnen het er vaker dus gewoon. Stromboe, hè? Stromboe. Maar jongen toch? We gaan onze geld te bewaren. 24, 75 en 203 zijn in de vier ambulance weggevoerd. Waar
zijn we mee. Ja, we zijn mee, hoor. Ja, oké, we zijn mee. Boven 13 aan het uitgeven. Houd Ivan, waar komen ze hier? Wat is dat toch? Van die de peloton voor de komende week. Jackson between the first and the second peloton. Maar kleren. Die mannen denken dat ik mij de muur op ben. 197 en dan nog een render van Katjusha zonder kaderplaatje. Zonder rugnummer en een kapotte broek. Ik ga proberen te achterhalen wie dat is. Die zijn in de tegenaanval, denk ik. Bon, dat zo is het toch, hè? Je ontsnapt naar de plaats. Copain, can I see your number? 132 is daarbij. Nummer 132 zit ook in de achtervolgende groep. Vyacheslav Kuznetsov, team Katjusha Alpecin. Thank you, Copain. Mark, hou u klaar. Er hebben twee renners de sprong gemaakt naar die vijf tegenaanvallers. En die komen nu aansluiten. 221, 221 en weer iemand zonder kaderplaatje. Hey, ik heb een nummer. Twee renners krijgen aansluiting. Onder Pieter Wening, tweede renner, nog geïdentificeerd. Zeg. Ik heb uw nummer nodig, zei uw nummer. Uw nummer op uw rug. 202. Ja. Oké. Okay. Mark, 202 is ook vooraan. Oké, okay, bedankt. Ik geef u de samenstelling van de kopgroepen van de tegenaanvallende groep. Ze voeren met naar composition. De groep de tijd in de groep de kop 2. Dus deze komt tussen de achtervolgers. Niemand van boven, halve file. Don't move to the front, guys. Are you on the radio? Only fellas in the front. Also, Nicky, Eve. Go to the front, eh? Hey. It's a shocker, was he? Come. Heeft hij nog een keer een T-shirt gekund? Ja. Rechts, rechts. Ja, dat is niks. Die zijn niet veel goed, nemen. Petersen is op komst. De man die door Lampaard als een sleper bestempeld werd. Men gaat hem nog tegenkomen, ooit. Ja. Hij gaat hem nog tegenkomen. Ja, die bulk van het talent, hè. Good job, hè. So, Mats, very good that you're there. Very good. So, we keep controlling the race on a smart way. This is Marcus Burkhardt. Is that it? Is he done? No, surely not. Yeah, Boogie, we are here. Wait. How many grown men does it take to take off a jacket? Far too many in this case. Two. Niet oninteressant. Sean, Huub, Zico, dit zijn echt jullie momenten, hè? Kom op, hè. Iedereen bij Wout moet. Iedereen moet bij Wout zitten nu, hè? Van Aert nog eens in beeld. Amai. Die ploeg doet dat echt heel goed, hè. Kom op, hè. Voor sommigen, voor jullie ligt de finish onderaan de Klaremont, hè. Kom op. Dat is niet zo goed, dat is goed. Hij moet echt doorgaan. Kom aan, kom aan. Zico. Fotocommentator, de VRT moet voorbij de kop rijden. We're almost 200 kilometers in now. But Quickstep are playing the game and it's time to turn up the heat. Elio Kesser on the front. Hell of a job, Elio. Perfect, man. Goed, man. Perfect. Sterk een beer. Kom aan. Begin een keer. Tot aan de voet van de Quaremont. Kom op, man. Jürgen Roulant en BMC find themselves close to the front. Look at that. Oh, just, you know, it's those riders just a little bit further back who kept it on the left-hand side. Just getting squeezed. Kijk, nieuws. Hoe uitstekend ze dat doen. Stijn Steels nog altijd. Ja. We zitten nu over de kaap van de 200. Ja. Proficiat, Stijn. Lasse, kom aan. Stijn, jouw finish ligt beneden. Hè. Kom op, kom op. This is a big sprint. It just shows how important the Quaremont is here. Oh. Lars, we zijn hier. Ja, is het perfect?
Everybody wants that position at the front as a Sky Rider on the right and side goes straight into the crowd. Yeah, yeah. The Ford, Sepp is the Ford one. I don't know where the others are. Okay. Knap, is goed. Goeie werk van de ploeg. Perfect. Had hij nooit mogen zitten. Je weet dat toch? Je weet dat toch? Je kunt niet meer weg. Je kunt niet meer weg. Als je er voorbij kunt, ga er nog maar voorbij. Dan zijn we op ons gemak. Dan is het gedaan met de gazever. Jongen. Daar rijdt Paul Herijkers als tweede motor, als waarnemer. Nog altijd achter die twee die echt dans maken. Ja, formidabele job, hè. Als je daar kan zitten als ex-wielrenner. En daar is er eentje de kant ingesukkeld. Wow, in die prikkeldraad. Mitchell Tokker. Het is niet de eerste keer dat Tokker gevallen is in de Ronde van Vlaanderen. Dan zie je al die scharen, die kretsen getrokken op die benen. Hai, hai. Mitch, shit. Ja, nee, niets doen. We kunnen niet. Er is zand. We can't do anything. En de deur staat. We can't do anything. No. What, we don't stop? Some people will do. Mitch! Listen, on the top we have people, okay? You go there. Lampaard met Van Marken met Stuyven. En met Degenkolb er ook bij. En waar zitten de anderen? Good job, John en Jasper. Very good. Is goed. Ook Tony Martin, Philippe Gilbert. Er is een verre afgrond. Lampard on the front of the bunch and we're getting some movement. Lampard is there, is being followed by Van Marken, Stuyven and he's the only Quickstep rider there. Where well, are Quickstep? They're a long way down here, the Quickstep riders. There are not many Quickstep riders. They missed it. Hier pas op, ons mannen zitten iets te ver dat je niet alleen komt met 10, 15 man. Goed, Wout, het is aan het scheuren achter jou. Daar zit Sagan met de Trentin aan het wiel. De zak aan het enigszins gelaten. Go. Go het weer. Body looks not so good. Ja. Yeah. Bij weg. 1 tegen aanvallen. Top voor een groep nummer 165. Geen achtervolging, het nummer 125. Ryan Gibbons. Mark, correctie. Die ene achtervolger is de druk nummer 165. Niet 125 dus. 165. Van Trek. David Kenneke wat aan Mats Pedersen zet. En de achtervolging is niet op de 125. Mats. Maar wel 165. Ja. Goed job, Mats. It's exploding. De Pluton is exploding, hè? Good job, John. Good job, Jasper. Come on. Hang in there, have in mind that we have Mats in front of us. De passage moeizaam voor een paar mensen die alles gegeven hebben hier op de Oude Quaremont. Ja. En dan gaan we de volgende. Wat denk je wat dat is? De Pater. De Pater. Tim de Klerk moet nu ook lossen. Voor hem, man. Komt dat echt nog goed? Ja. Plots, tijd niks meer te spelen, niks. De Quaremont kost niet meer schakel, niet. Ja, het spel compleet tijd niks, ja. Kan je niks meer doen, hè? Het is Quaremont en Poitier, wat ga je doen? Ja, maar sta. Dat hoeft niet.
Ik zei, vergeten dat ik hier de Poterberg heb grote platen op boven gaan rijden. En ik zei, dat lukt toch niet. En toen te voeten gaan staan en toen dat een beetje meest met mijn lachen zeker. Hier heb je Van Aertje. Alsjeblieft, kan doorrijden, zegt hij. Hier heb je onze Wout. Als jullie dan toch niet mee willen. Daar gaat Van Aert en dan wordt daarop gereageerd. Wout, rustig, 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 rustig. Wout, rustig aan, hè. Van Aert, geen rep. Zullen we eens kunnen weggaan? Leiders intussen op de Paterberg. Hey, Mats en Van Ossen. Zo, good job, hè, Mats. Fucking fantastic. En hier een tussenpoetsje met de mannen van Kwiatkowski. Met Van Marken goed gepositioneerd. Ook Christophe ook tegenkomt met nog een sprintje te plaatsen hier. De hoop om nog op te schuiven. Gilbert die het gaat proberen te dichten. Sagan really having to try there. Degenkolb is hurting. Trentin's hurting. Nibali. Nibali. Side off. There's Colbrelli. There's Van Avermaet. Dat is perfect, heel goed, heel goed. Op naar het volgende ontploffingsgevaar. Code helling 13, Koppenberg. So we're on the Koppenberg. On the Koppenberg, try to start the left side. The right side is still wet. Alle ploegwagens alsjeblieft, naar de afleiding. Voordat we terug invoegen, zet u allen aan de rechterkant van de weg. Bedankt. Wel machtig in blijven staan. Dat kan nooit niet. Dylan van Baal on the left hand side, the white jersey is going to be the first on to the Koppenberg. In het gootje, waar het wat makkelijker loopt. En droog. Op de belangrijkste van allemaal. To the left, to the left. Left, left, left. Het is Lagers, rechts parkeren. Ik herhaal het nog eens, hè. Ja, we moeten naar rechts parkeren. Right-hand side, please. Where right-side? Too late. Gilbert naar de kop. Gilbert die hier vorig jaar moederziel alleen overmoest. Vallen, terugvallen. Ik denk in het midden dat hij in de gloof gaat. Ja, 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 dat menen ze niet. Gewoon verkeer. Doe dat kalf in, voor mij. Ah, hoe is dat hier mogelijk? Je moet hier niet zijn. Je moet hier niet zijn. Nee, je moet hier niet zijn. Jij moet zware handen zijn, Peters. Nee, je moet hier niet zijn. Jij moet zware handen zijn. Goed bezig, Marco. Van Marken op de trappers. Van Avermaet nu wel uitstekend gepositioneerd. Gilbert daar onmiddellijk achter. Demar die er wat er doorheen zakt. Maar je moet hier niet zijn. Ik weet, maar daarmee verpest ik toch geen probleem. Kan het toch voorbij lopen? Nee, je moet hier niet zijn. Kom. Ik ben met de koers bezig. Allee, ja, hou dan mee op koers bezig. Hey, Mats, yes, me, yes, me, yes, me, yes, me. Come on, Mats. Come on, Mats. Ik zie dat je een bied rap tussen, hè? Ja. Regelt dat verkeer aan de keer alweer. Roelands goed te vlot op de pedalen. Ja, die geeft deugd. Mij een goede indruk. Ja. Ook Van Aert, weliswaar wat dieper pompen, maar naar boven. En dan mannen te voeten, dat is altijd pijnlijk. Dat is altijd pijnlijk. Voilà, achter hem stoppen ze. Wout, achter jou is een opstopping, dus je bent denk ik nu met een man of 20 vooruit. Met de wereldkampioen en Van Aert weliswaar met een grimas goed mee. Van Marken met een sprintje ook uitstekend mee. Goed, is mee. Ja, klasse Wout, klasse jongen, kom op hè. Vergeet niet op tijd je body af te doen hè. Terpstra van achteruit. Dat is heel even een kleine demonstratie van Nicky Terpstra. En Gilbert die gaat een onmiddellijke volg door Van Avermaet en benoot. Goed Nicky, kom aan. Ik zeg een klootzak, Kent. Ik zeg een klootzak, maar af. Zet die man dat doet? Nee, en ook we zien met de Belgische kampioen. Maar ja, tuurlijk. Ze laten al die vips hier binnen. Dat zie je voor alles alleen. Terf staat in mijn eerder bekomen, maar erg. Dingen schouten mee achter. Van Avermaet en Benoot ook, denk ik. In beeld? Nee, het is juist al in beeld. Ze zitten aan de dingens. Aan de muur. De muur? Oké, dat dacht ik al, ja.
zitten in de kop van de koers. Met Langeveld daar fraai peddelend, dat is namelijk zijn stijl. Keep riding, Sebastian, keep riding. Group in behind is splitting. Wij zijn bodies uitgevierd. Je moet hem ook aangeven. Geen doei, net geen echt gezicht ook, hè. That's all good. You're going good, Sebastian. You're going good. It's all fine. Sepp is just behind you. Terpstra is catched back. Ik ben niet super, hij zit in de kop. Godverdomme. Er is niemand die nu nog super is. Sebastian, you're deep in the final Tour of Flanders. It's normal that the legs are hurting. Okay? You're in the fucking front group in the Tour of Flanders. You have a good day. Come on. Si tu le chopes, en haut, on lui fait signer. Le 155, hein? Ouais. So the number 155 is out of the race due to decision. C'est pas lui là. Of the commissaire's panel for riding dangerously next to the public. Ah, du coureur, hein? At the foot of the outer corner. Is that Luke Rowney? Is that here? Kom maar. Opgave Row, die daar net voor de Maria Borrestraat afdraait. Geen opgave, Renaat, uit koers gezet. We hebben ook een videoref, is het niet? Ja, we hebben inderdaad een videoref. En dat is in dit geval Guy Dobbelaar. Dat is niet van de simpelste. Nee, dit is het voorgeborgde van de timer. Heads up, Sepp, heads up. Pas op. Positionering is bezig. Daar komt Van Avermaet naar voren. Hier een formidabele inspanning van Van Avermaet. Blijf in godsnaam van zijn lijf. Daar zien we ook Stibar, daar zien we Van Marken. Stuyven komt er ook nog heel goed doorheen. Yes, me. Come on, Jasper. Come on, hang in there. Come on, Jasper, come on. Met die man natuurlijk. Domme. Come on, those are the guys. Eh? It's split out behind you. Come on, Jasper, hang in there. We have Mats in front. Come on, Jasper. Doorschuiven, Wout. Van Aert, uitroepteken, zit hier in het wiel van Jasper Stuyven, van Stibar en van Greg Van Avermaet en ook de wereldkampioen. Greg Van Avermaet laid down a marker there. Well, is anybody able to continue that? It could very well come together again. Greg Stefloos, gevaart. Greg Stefloos. Ik ben er niet, hè. We are far behind, hè. Lampard. Je bent zijn mechanical problems there, hè. Het is split, hè. Met hem maar weg, man. Geef de andere motor voor. Oké. Give me the way. In de haven, de schoonvliegtjes. Ja, zeg. Schoonvliegtjes. Toch veel energie verloren, dat soort prullen. Man. Ja, joh, met een trui, man. Smet dat erop. Verdomme. Er staan 500 man hebben de baas. Stibar wil openen, Stibar wil pijnigen. Het is Roelands die op het wiel van Stibar glipt. Op die manier kunnen die twee misschien een klein beetje voorsprong nemen richting Oude Quarremont. Sepp, it's on Bora to close that gap. You just stay calm. Motorfotograaf, ga eens terug naar links. Alsjeblieft. Ondertussen hebben deze drie nog altijd een voorsprong van een halve minuut. En begint Terpstra aan zijn beweging. Is Sagan wel wakker natuurlijk. Terpstra. Ja. Benant. Peter. Let op hier, Sagan. Opletten voor een aanval hier. Waarschijnlijk Sagan. Ik wil wel dat ik moet keren. Dit dan niet. Opgelet, heren landgenoten. Dit zijn kanjers. Dit zijn kampioenen. Ja, zie je het? Kom aan, dat zijn de momenten. Kom op. Nibali's going. It carries on. They've done their recon. They know what happens. Nibali into the right position. And who's going to chase him? Nibali. Hier even buiten beeld. Daar gaat Vincenzo in Magnifico. De man die Milan Sanremo loopt. Grande, Vincenzo. Grande. Dai, vai, 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 vai. Okay, really good position. If you can move, move, hè. Goed, Nicky. Perfect, Nicky. Perfect. There is a gap. Now go, hè. De quick step. De quick step, dat is goed. Dedication first. Quick step, hè. Mondo bene, hè, Vincenzo. Come on, hè. Goed, Nicky. Goed, man. Goed. Van achter je valt stuk. Come on. Oh. Zijn weg.
kampen in die plaats. Terstra. Terstra. Molto bene. En zoals Nibali daar zit, dat is ideaal. Dat is ideaal. Hij heeft er iemand van Quickstep bij. Ja, dat zal wel zijn dat het ideaal is. Afstoppers bij de vleet erachteraan. Ja, ja, ik denk dat die achteraan lekker aan het rijden is. De neutrale auto is erbij en er is een probleem voor Sepp van Marken. Wat? Wij komen. 10 seconden zijn we dan. Pas op, pas op. Wat is dat? Oil, oil. Maak open de raam. Er moet een beetje vet op de ketting gedaan worden met de spuitbus erop. En dan kan dat schakelen misschien makkelijker gebeuren. Oké, okay, luister. De kware mond is jouw klim. Luister. En Patersberg is jouw klim. De Tuinberg is niet jouw klim, oké? Okay? Goed? Oké, okay. Kom op. Mark. Terpstra rijdt 81 los uit het wiel. Terpstra valt aan en laat Nibali achter. Terpstra, an absolute machine. Nicky Terpstra takes off and this is a move to watch. Oh. Terpstra rijdt Nibali uit het wiel. Terpstra rijdt Nibali naar de vaantjes. Kom op, Nicky, kom op. Je bent al in. Shit. Oh, oh. De winnaar is gekend. Save it a bit. Take very short pools, because Terpstra is coming along. Rijverij, Sebastian. Terpstra heeft demereerd in de bos. Er wordt nogal wat gelonk naar de wereldkampioen. Ja, ja, die heeft net zijn laatste pion uitgespeeld. Ben je hem 70 ook rijden? Ja, probeer. Alles op de kwaren van de jongen, kunt niet anders. Daar is nu wel overleg bij Roelands en bij Van Avermaat. Is dat bij een BMC om te rijden? Jij doet niks. Ik spaar de krachten voor de Kwaremond en de Paterberg. En Van Marken die toch terug mee is. Dus geen onoverkomelijk probleem geweest. Sebastian, Sepp, ik wil nul emoties. Ik wil dat jullie gewoon trappen zoals robots. Dan komt er een klim en jullie rijden omhoog. Bam, that's it. 12 seconden de achterstand van Terpstra. Dan kijken naar die achtervolgende groep onder aanvoering van een BMC-pion. Dat zijn er 33. Roelands, de man daar. Gewoon volle bak doorrijden, Sebastian. Dan gaat Terpstra zichzelf naar de kloten rijden. Terpstra intussen op 17 seconden. Terpstra aan 10 seconden. Dat komt er niet bij, Aliens, hè? Terpstra waait een beetje terug. 17 seconden, jullie 35. Terpstra verliest tijd. Hij is al op 18 seconden. Sebastian, blijven rijden. Terpstra didn't make it. He's already at 20 seconds. So Terpstra didn't make it. That can change the race here on the Quaremont. Be ready, Jasper. Believe in yourself. There are not three riders stronger than you. Believe in yourself. Lampaard gaat daar als eerste de bocht willen pakken. En op die manier het tempo er wel wat uitjagen. Als ze niet rijden, de eerste en dan valt het weer een beetje stil, omdat Lampaard en Gilbert op die eerste rij zitten naast Van Avermaat, nu op weg naar die Quaremont. Lampaard stopt af, dat is de logica. Kom aan, Nicky, pulling, steady, kom aan. Achteraan liggen het stil, Nicky. Kom aan, man. Ons mannen zitten van voor op die smalle weg en houden alles tegen, hè. Nu komt die spanning daar in de groep van Avermaat. Want als ze willen winnen in deze Ronde van Vlaanderen, dan gaat het nu moeten gebeuren. Rien ne va plus. Hij gaat volle bak doortrekken en hij gaat direct in zijn wiel. Hij kan jou niet afrijden. Dat kan niet. Terpstra, roep in de ogen. Roep in de ogen. Langeveld, deze roze trui. Sebastian is de fuck! Langeveld krijgt het moeilijk. Dat betekent ook heel even erdenken voor Van Marken, als hij tenminste nog kan. Sepp, Sebastian zit in de problemen. Als je kunt, vertrek. Hier Terpstra omketent nu Petersen, daar is hij nog niet helemaal vanaf. Kijk, doe het, je hebt natuurlijk met duurpoefen. Terpstra binnen lijn. Follow him, Mats, come on. Hier is Ties Benoot met Van Avermaat, met Van Marken. Daar komen de landgenoten met Stuyven, met Stibar, met Gilbert wat verderop.
Fantastic, Jaster. Fantastic, fantastic. It's exploding behind you. Come on, come on, come on, come on. Van Marke op naar zijn deel, op straks naar zijn Paterberg. Benoot mee. Ja, ik kom mee met Van Marke niet. En waar blijft die sterke Peter Sagan? Sagan nog altijd in een paar. Doe het gewoon, ik zie het in jouw gezicht, Sepp. Oh, this is huge. This is absolutely huge from Sepp van Marke. Van Marke er al zit dan. Laatste moet eraf. Daar gaat Benoot. Daar gaat Benoot. En dat kan een tempoverhoging veroorzaken. Die is Benoot op 40 seconden. Benoot en Kerel zich op. Aansnijden 40 seconden. Amai. Wat is dat die man? Dan een brouwer. Weg, je wint. Petersen probeert naar Terpstra toe te knallen, maar dat gebeurt niet van harte op dit stuk. Terpstra is een machine op dit moment. Mats, keep going. Do a time troll, Mats. Do a time troll. Petersen, als zo. Kijk, voorstellen. And this group has a crucial decision to make. Do they work together and all agree to work apart from the riders from Quickstep? No, because he knows that. He knows that trouble is brewing and he's gone on his own to try and chase it down. Sagan. Happy enough to do the work himself. En je ziet aan Sagan dat hij dadelijk op die Paterberg nog een versnelling uit zijn kuiten gaat kunnen schudden. Voilà, zoals we het vermoeden, van op kop af aan. Bootveld, Naardwiel, Naardwiel. Bootveld, goed man. En dan zit Gilbert in Naardwiel en Wout van Aert gaat ook mee. Wout van Aert, heel makkelijk. Wout, ze kraken achter je, ze kraken, hè. Kom op. Van Avermaat nu pas, Thies Benoot. Oh, Thies Benoot plafonneert een beetje. Zijn hier komt de bocht. Daar komt. En nu. Nu. Laatste keer. Laatste klim. Snelling niet te groot, klein, goed. De Paterberg. De Paterberg. Geconcentreerd. Heel even naar boven duren. Heel goed kijken. Altijd die Petersen die erachter hangt. Ja. Dat is niet te geloven. Dat is niet te geloven. Kijk, hier is niet te geloven. Je bent niet ver achter. You're incredible. You're incredible. Hier komen nu de anderen. Met Van Aert hier in de laatste positie. Dat zijn Jan. We moeten niet lang wachten. Dus we gaan zo. Go, go, go. Go, 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 go. Nou. En een gatje voor Sagan. En Sagan is motoring on. Sagan is driving into the top. 12 seconden de achterstand voor Pedersen. Hier komt dan Sagan nu net voor de top. Oh, Sepp van Marke swinging off and almost clutching into the barrier. Ja, Van Marke. Krampen. Gedaan. Van Avermaat, Stiebe. Shit. Sagan heeft al 30 meter te pakken. Hier komt dan nog een groepje boven. Stuyven, Naassen, Van Aert, Valgren, Andersen en Van Baarle. Dat is op 40 seconden. Die close die zijn kunnen go met hem. Come on, go, 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 go. We krijgen een strijd Terpstra Sagan. Sagan is los. Sagan van Marke was daar met een teleskop in Torino. Can I tell him? Yeah, come on. Boj, 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 Peter, jeden strekuje pre tebou, jeden strekuje pre tebou, s ním pôjdeš, toho dojdeš, pôjdete dvaja. Poď, 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 daj, daj, daj. Strekuje pre tebou, jeden sám, za Terpstrom. A pôjdete dvaja, super, boj, boj, boj. Je kan nog voorrijden nu, dat kan niet anders. Laat die andere mannen nu rijden. Ga gewoon van achter. We zijn op 13 kilometer van het einde van deze 102e editie van de Ronde van Vlaanderen. Eén man alleen, alweer een blauwe. Fuck, hè? Fucking Terpstra. Do we don't need event? You don't gain any second anymore, Terpstra. You go as fast as him. Come on, Mats. Keep fighting all the way. Te verwachten eigenlijk. Met die bril weg, gewoon even aero. Wil die weg, Smit? Dat is met die bril weg, met die bril weg. Nikke, denk dan aero, kom maar, met die bril weg. Denk dan de aero van hun helm, kom maar. Sagan wordt ook ingerekend. Ja, ja. Question is here, do they get together and work?
who does the work? Because there's no teammates left for Sagan. Oh, yeah. We miss one guy. What can we do, man? Wout, probeer je ook nog wat over te houden voor de sprint straks, hè? Je bent een van de snelste van deze groep, dus top 5 en misschien zelfs nog podium zit erin, hè? Kom op. Spelers, 17 seconden, die zijn voor 17 seconden. Het was 20 seconds and you come back again. 17 seconds. Keep believing in it. Keep believing in it. Maybe you can win the race. Come on, keep going, keep fighting. Come on. Come on, Mats. Fuck, fight. Die Mats Petersen wel onderweg met een hele grote versnelling. Hele grote versnelling. Stuyven die mikt op zijn sprint. Die wil derde worden. Ja. Die wil derde worden. Keep pushing him, Jasper. If you can push Mats, do it. Tell him what to do. He took four seconds back now on Terpstra. The race is not over. Het zijn lange kilometers, Mats. Ik kan ervoor weer komen. So Mats, you keep your cap on the favorite group. Achteraan blokkeren hem al. Keep fighting, Mats. Keep fighting all the way. Keep fighting. Vormbak. Ja, niet aan te doen. Petersen verliest meer en meer terrein. En de achtervolgende groep zien hem naderen. Dus blinde rondgooien om dat te rekken. Merde. You keep your 10 seconds on the chasing group, Mats. Go, man, go! Die banaan, zegt hij. Ze roepen, ga met die banaan. Come on, Nicky. Ik zit achter de eenzame fietser. Alleen tegen de wind. Zou dat het liedje kunnen zijn dat hij straks gaat zingen? Nog gelonde tijd. In alle 13 kilometer, laatste kilometer voor de leider. Oh, wat is die Petersen ongerust. Wat is dat vechten? Gaat die dokken? Oh. Sprint, Mats! Laat dit wat dokken. Solo, na een schitterend nummer, de topfavoriet. Ja, proficiat, man. Come on, Philippe, er is toch niet, man. Kom op, voor dat podium, hè. Nicky Terpstra voor Nederland. Formidabele finale. Hallo! Ja! Petersen wordt nog beloond met plek 2. En Gilbert gaat Jandori die derde plaats er nog uitpuren. Yes! Hier is Hickert. Dat is 10 quid. Hut. Fantastisch, Mats. Ja, mooie koers. Spijtig dan een nul onder de wind. Oh, winnaar. Ja, goed jongens. Ja jongens. Dat is stress, man. Mat. Hey man, Mats, wat een kruin is dat met je? Ja, hoe oud is die? Is 23 west nu. Ik kan just een biertje liggen. Een beetje chance, was je zus te vernieuwd, joh. Voor hoe lang? 2 jaar. Twente, tot aan Twente. Moet ik gewoon daar zijn, die Achtste zweet. Was een vrouw, Ramona. Hij staat nu pas van de fiets. Wat ben ik? Achtste of 9 of zo. Wat laat me niet zien, joh. Wat laat me niet zien. Super cool, man. Wat er even aan. Wat doe jij? Oh man. Wat een wedstrijd. Gaat het? Laat de
Ik wacht op jouw cue, hè. Ik wacht op jouw cue. We gaan zo meteen een interview krijgen, het zogeheten flash-interview. Met uiteraard winnaar Nicky Terpstra. Renaat, schiet op. Ik ga zitten anders. Ja, we komen. We gaan nu komen. We gaan doorgaan. Waar is die kruk ook? Nee, we gaan doorgaan. Dit komt niet goed. Fucking hell, waar is die kruk ook? Piet, bokslopen! Allee jongens, als er hele kruk voorzien worden. Niet. Ik ga niet op zijn benen. Maar waar was die kruk? Er zal nog wat op zijn positieve moeten komen, zoals ik zelf wil fatsoeneren. Boys. Ja, zijn de omstandigheden na 100 kilometer kon je dan ook een koers van in het begin. Dus ik denk dat... Ja, chapeau. We zijn klaar voor de flash. Nicky Terpstra, je wint na Paris-Roubaix je tweede monument, de Ronde van Vlaanderen. Wat is je eerste reactie? Weet je, ik rijd naar de Quaremont toe. Ik wist dat ik die groep moest pakken. En Ik bouwde op. En het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde. De liefde voor de koers.